In dit filmpje geef ik mijn mening over een nagellak. In dit filmpje ga ik het hebben over de Barry M. Mint Green. Oké, het merk Barry M. is eigenlijk moeilijk te verkrijgen in Nederland. Ik heb tot nu toe één webshop gevonden die ze verkoopt. Maar ze zijn wel heel betaalbaar. Ze zijn 4 euro per stuk. En ze hebben heel veel kleuren. En ook vooral heel veel kleuren die je niet vaak ziet. Ik vind de verschillende... het verschilt heel erg per lakje hoe goed ze dekken en hoe lang ze blijven zitten. De Mint Green dekt moeilijk omdat hij erg licht is. Ik heb hem met 2 laagjes aangebracht, maar toen scheen die nog door. Dus eigenlijk zou je 3 of 4 laagjes zelfs moeten doen. Hij bleef bij mij 2 dagen zitten, maar ik heb toen ook veel met water gedaan, zoals de afwas en zo, en schoongemaakt. Dus ik denk dat hij daardoor heel snel eraf ging. Maar als die eenmaal gaat chippen, dan lijkt het net alsof je gelijk heel dat laagje eraf trekt. Want ik had echt bladerstukjes. Echt van heel mijn nagel had ik er gelijk af. Ik weet niet of dat nou te maken had met dat ik veel met water had gewerkt. Of dat het gewoon slechte nagellakjes zijn. Ik heb hem ook, ik heb een ander lakje van Barry M, de grijze, op mijn voeten zitten. Die is er na ongeveer 4 dagen is die pas gaan bladeren. Maar daar heb ik ook mee gezwommen en zo. En ik douche elke dag. Maar daar had ik weer 1 laagje voor nodig. Omdat het een vrij donkere kleur is. Dus het verschilt eigenlijk per kleur hoe goed die blijft zitten. En hoeveel laagjes je moet aanbrengen. Ik vind voor het geld vind ik het een heel mooi lakje. Ik vind een mint super mooi. Ik kan er nog niet dus goed over vertellen of die nou wel of niet lang blijft zitten. Maar is het zeker waard.